Oog krijgt een nieuwe directeur. Arend-Jan Woning volgt Evert Jansen op, die de functie 21 jaar vervulde. Vanaf juli gaat Jansen genieten van een welverdiend pensioen. Woning was eerder actief in de marketing- en communicatiesector. Ook was hij gemeenteraadslid voor D66 in onze gemeente. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Wie is Arend-Jan Woning? Ik ben 48 jaar. Ik woon samen met Annelies. We hebben 3 kinderen. Hanna, Otis en Jonathan. Ik noem mezelf altijd een keuze Groninger. Iemand die er echt voor gekozen heeft om hier in Groningen te gaan wonen. Ik ben hier ooit gekomen voor mijn studie. En ik vind het zo'n fantastische stad dat ik hier me gezetteld heb en eigenlijk mijn loopbaan heb opgebouwd. De nieuwe directeur is geen onbekende voor de omroep. Vanaf 2006 tot 2010 ben ik hier zelf vrijwilliger geweest. Ik heb hier een discussieprogramma voor de radio opgezet, Oogforum, over politiek en cultuur in de stad Groningen. En dat heeft mij in die tijd heel erg geholpen om een beetje de richting te geven aan mijn loopbaan. Maar ook om mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En daar ben ik ook nog steeds heel erg dankbaar voor. En ik heb eigenlijk steeds nog steeds een band gevoeld met Oog. Ik heb hier nog steeds contact met mensen die hier werken of gewerkt hebben. En dus toen die vacature er voorbij kwam, toen dacht ik van, dit is een kans die ik heel graag wil grijpen. Ja, wat voor beeld heb je eigenlijk van de omroep? Het is volgens mij, mede dankzij Evert Jansen, de huidige directeur, heeft Oog een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Dus ik denk dat Oog al heel erg de goede richting op gaat. Dat zie je ook terug in de verslaggeving op televisie en online. Dat het gewoon echt een volwaardige, volwassen omroep is. Dus ik wil heel graag die lijn voortzetten. In deze tijd van social media en fake news en afnemend vertrouwen in de traditionele media is juist een lokale omroep een speler in het noorden die van ontzettend belang is en waar we ook verder op moeten gaan bouwen. Dus ik hoop echt dat we Oog kunnen versterken als een organisatie, als een nieuwsorganisatie waar mensen in de stad op vertrouwen. Dus als je Oog volgt online of via televisie of via radio, dat je dan goed op de hoogte bent van wat er in jouw stad gebeurt.